crisisplanten zijn het meestal. Dat ze vaak nog een crisis aankomen. En ik teken ze ook wel vaak, dus dan wordt het ook weer in die stijl dat ik ze zo ga noemen. Dus dat is het lot van mijn zielige planten. Johan, nu de allerbelangrijkste vraag. Wat ga jij op onze tentoonstelling Americana laten zien? Ik ga allemaal modder races, een soort van bounty hole rijders laten zien. En wat zien we hier? Dit is een grote... Dit wordt eigenlijk een ATV. En daar gaat een gezin mee de modderpool in. Ik zag heel veel van die... Van die filmpjes met van die, dat er complete gezinnen in zo'n ding gaan. En dan zit de moeder lekker rokend en filmend ernaast. En zo'n kindje achterin. Dat lijkt me wel een hele gezellige combo. Heb je ook de bestuurders van die wagens getekend? Ik ben bezig met sowieso met racers die er bezig zijn. Wie is dit? Dit was de gestoorste, zeiden ze. Dit is Joe Kinzer. Maar die was volgens de presentatoren was die niet goed. En dat was ook jaren 80 volgens mij. Dus ze hadden mooie matten en zo. Dus dit is heel oud. Deze is heel nieuw. Dit zijn hele oude modder racers. Oké. Okay. Waarom was die niet goed? Ja, ze zeiden dat die gestoord was. Wie zei dat ook alweer? Die presentator had ook een hele goede naam. Maar ik ben hem even kwijt. Heel bizarre. Hele goede, goed volk. Allemaal. Ja, en dit is ook zo'n typische... Ja, dit is ook een moderne. En dit is ook zo'n... Dit is meer een hardere modderrace met heel veel vermogen die er aan kei doorheen knalden. Maar er zit ook de bestuurder achter zijn net. En waarom is dit typisch Amerikaans volgens jou? Meestal merk ik wel dat ze gewoon heel erg van V8's houden en van dingen met heel veel herrie en vermogen. Wapens, V8's. En dan gewoon heel vrij. En je kan ook lekker vrij zijn als je zo'n ding hebt. Want niemand kan je wat maken. Je kan altijd overal overheen en doorheen rijden en zo. Ja. Dat is ook wel handig in tijden van crisis. En typisch Amerikaans natuurlijk. Ja. De vrijheid. Ja, ja, ja. Gewoon op je eigen rens rondcrossen en schieten.